allemaal. Ik ben wezen shoppen in Rotterdam bij de Primark. En ik wilde even laten zien wat ik heb gekocht. Om te beginnen heb ik geen kleding gekocht eigenlijk. Want ik had het niet echt nodig. Wat ik wel nodig had dus was een zwarte tas. En dat is deze geworden. Ik kan deze tas gewoon om mijn schouder dragen. En als ik wil, dan zit er aan de binnenkant een riempje. Waar ik hem eventueel aan vast zou kunnen maken. Hem ook in andere kleuren zoals bruin en poederroze en felblauw. Het is geen echt leer, dus de bruine vond ik al minder mooi. Zwart draag ik gewoon vaak. En ja, ik wil eerst kijken of hij wel mooi zit. Dus ik ben best wel blij met deze tas. Hij is ook best wel groot. Past best wel veel in. Dan ga ik direct verder met wat je er al in zou zetten. Dit is een ander tasje die ik heb gekocht. Het is een beetje een kleine. En misschien denk je pantprint, tacky, ordinair. Ja, ik vind het gewoon stoer. En die kan je gewoon zo schuin dragen of zo. En dat is ook best wel groot met zo'n vakje nog hier. Dus deze voor 5 euro. En die vond ik best wel schattig. Gewoon klein, simpel, pantenprint. En dan heb ik clipjes gekocht. Voor 1,50. Gewoon een grote en twee kleinere. Gezichtsdoekjes. Ze zijn voor de gevoelige huid. En ruiken neutraal. Dus ik heb ze nog niet geprobeerd. Die vroeg ik dat ze goed waren. Maar ja, dat is 1,50 voor 2. Dus als ze helemaal niet goed zijn, dan is het ook niet zo heel erg. Dan heb ik nog lipsmakers gekocht. Namelijk cola en Sprite. En ik heb dan de cola voor mezelf. Ik wilde eigenlijk Dr. Pepper, maar die hadden ze niet. En hij ruikt gewoon echt naar die cola snoepjes. Van ik weet niet. En deze heb ik dan voor Larissa gekocht. Want Larissa die drinkt altijd Sprite, 7-Up, Mountain Dew. Dus dat weet ze nog niet, maar die krijgt ze van mij. Ik heb nog hele schattige haarclips gekocht voor 2 euro. Een ankertje. Ik hou echt van ankertjes. En een roosje. Ja, dat vind ik iets minder dan. Maar... En een bootje. Beetje voor die marina look. Enige nadeel is dat hij zo is. En ik meestal deze kant van mijn haar vastzet. En dan zit hij verkeerd om. Maar goed, ik verzin wel een manier. Bij de kassa kan je altijd cadeautasjes vinden. En cadeaupapier. En sokken. Maar ook kaarten. En dan heb ik deze gekocht. Ik zag ze liggen en ik dacht, dat is eigenlijk wel handig sowieso om kaarten te hebben. Want kaarten zijn gewoon leuk. En dit zijn kaarten waar je een fotootje in kan plaatsen. En ze zijn... Ja, je zou denken van, kinderachtig, vogeltjes, bloemetjes, een bij zelfs nog, een bijtje, bloemetjes, bijtjes. Maar ja, ik vond ze gewoon heel schattig. Ik kan wel even laten zien hoe werkt dat. Aan de achterkant kan je die erin schuiven. Blijkbaar is deze foto iets te breed. Maar dan gaan we gewoon knippen, toch? Kijk, nu past hij wel. Ik had even een beetje moeite met plaatsen. Maar, kijk. Betere impressie. Dit is een vakantiefoto trouwens nog. Kijk, dan is het al wat minder schattig. Gewoon leuk. Dus dan kan je een kaartje versturen en heb je een foto erin. Hey, hallo, persoonlijk. Hoef je niet helemaal speciaal af te drukken, maar kan je gewoon een bestaande foto die je hebt erin doen of geld. Dan heb ik ook nog kleine kaartjes. Hoppa. En dit zijn dus met theekopjes. Theekopjes. Cupcake. En nog een cupcake. Gewoon om bij cadeautjes te doen. En dan ben ik ook nog naar de Huntermuller geweest. Ga ik niet uitgebreid in beeld laten zien. Het waren er in ieder geval 3 voor 12. En ik wilde deze gewoon hebben, want ik hou ervan en ik vond ze schattig.
Dit printje. En deze. Dus het was niet echt veel kleding, maar wel gewoon ja, belangrijke dingen zoals deze voor 12. En die andere kleine dingetjes. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei! Liggen altijd... Wat is dat nou?